700 jaar geleden kreeg Oudewater stadsrechten van de bisschop van Utrecht. En om dat te vieren stak een belangrijk deel van de huidige bevolking zich in historische kledij die heel wel paste bij de vele 17e eeuwse gevels die dit mooie stadje nog heeft. Het fraaie stadhuis dateert van de 16e eeuw, evenals de historische heksenwaag die bijdraagt tot Oudewaters bezienswaardigheid. In de historische optocht die als een hoogtepunt van de feestelijkheden door de straten van het stadje trok, waren de heksen dan ook ruim vertegenwoordigd. En vele deelnemers hadden zich in 13e eeuws kostuum gestoken om de heksen zich thuis te laten voelen. De heksenwaag zelf ontbrak niet in de optocht en kon die goddeloze wijven opnieuw door hun gewicht ontmaskeren. Maar ook andere attributen van een groots verleden als een bokkenwagen en een hele oude brandspuit werden in de stoet meegevoerd. Het belangrijkst waren echter de burgers zelf, die zich nu niet meer door een enkele verdwaalde heks in de war lieten brengen en plechtig voortstapten. Zo vierde Oudewater, kleurig en opgewekt zijn 700-jarig bestaan, sterk van plan om ook van de volgende 700 iets moois te maken.